Rosebel Gold Mines heeft gisteren tijdens haar jaarlijkse Christmas Charity Event 16 instellingen bedacht. Ook werden de vertegenwoordigers van deze instellingen getrakteerd op een feestelijke lunch in de Courtyard by Marriott, als dank voor hun werk gedurende het haast afgelopen jaar. Volgens Sharmila Jadnanan Singh van Rosebel Gold Mines heeft het bedrijf sinds 2011 elk jaar weer uitgekeken naar het Christmas Charity Event. Dit is een traditie geworden waarbij we terug kunnen geven aan de gemeenschap, zegt Jadnanan Singh. Als mijnbouwbedrijf weten we alles af van hard werken. Maar het is ook goed om elk jaar stil te staan bij de talrijke, vaak onzichtbare krachten in de maatschappij. We gedenken met name diegenen die zich continu inzetten om te zorgen voor kinderen, senioren en burgers met speciale aandacht. Ze verdienen een warme dank. De instellingen uit verschillende districten die dit jaar konden rekenen op een financiële bijdrage waren onder meer het Leger des Heils, Weeshuis Ebenezer, Stichting Rumas, Stichting Een Parel in Gods Oog, Huize Asiana, Meester Hubert Stichting en Huize Betaliada.